Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn favoriete producten zien van de maand juli. Het mandje zit best wel vol, dus ik ga er ook niet te lang mee stilstaan, want anders wordt het weer zo'n super lange video. Maar ik ga jullie dus weer even laten zien welke producten ik heel fijn vind en waarom ik ze fijn vind. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van de maand juli, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ben een beetje teleurgesteld, want ik heb net een favoriete palette laten vallen. Kijk, hij is helemaal gebroken, dus ik ga even een nieuwe kopen. Dus ik ga deze dan ook niet swatchen. Hij is gewoon echt finaal kapot. Dus ik moet deze gewoon eventjes nieuw gaan halen. Maar dit is het Coral Nude Collection Eyeshadow Palette van Catrice. Hij is heel erg mooi. Hij heeft de naam 010 Peach Passion. Ik vind het een heel mooi palette, hele mooie kleuren. De pigmentatie is ook echt fantastisch. Maar ik baal er nu ontzettend van dat deze nu kapot is gevallen. Dus ja, deze kan ik dan even niet swatchen. Mocht je toch benieuwd zijn naar de swatches, kun je altijd eventjes kijken op mijn blog. Want ik kan de blogpost zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten. Maar deze vond ik heel erg fijn en deze ga ik dus van de week even nieuw kopen. Want ik baal heel erg dat deze kapot is gegaan. Dan heb ik hier een micellair water van Garnier. Dit is voor de droge en gevoelige huid, de rode variant. Ik ben dol op het micellair water van Garnier. Ik gebruik eigenlijk ook alleen nog maar micellair water om mijn make-up te verwijderen. Dit micellair water verwijdert je make-up, reinigt je huid en hydrateert ook nog eens het gezicht. Dus dat vind ik heel erg fijn. Je kunt hier ook je ogen en je lippen mee doen. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Want sommige producten zijn niet geschikt voor de ogen en voor de lippen. Maar deze gelukkig wel. En dat vind ik heel fijn. Ik heb er al meerdere getest. Maar deze vond ik ook zeker echt heel erg fijn. Dan heb ik een Brow Pomade Plus Brush van Essence. En dit is dus een product voor de wenkbrauwen. Ik heb hem in de kleur blond. En deze belooft long-lasting, smudgeproof en waterproof te zijn. Waterproof weet ik niet, want dat heb ik niet getest. Maar zo ziet de huls eruit. Aan deze kant heb je dan een kwastje, zeg maar. En dan kun je de onderkant eraf draaien. En hier zit de pomade dan in. Ik zal hem even swatchen. Kijk. Zo ziet hij eruit. Ik was eerst een beetje bang dat hij voor mijn wenkbrauwen wat te licht zou zijn. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Want hij paste eigenlijk heel erg goed. En hij bleef ook heel goed op zijn plek zitten. Je moet hier wel heel snel mee werken. Want hij droogt wel heel snel op. Maar ik vind deze echt super fijn. Heb je ook in verschillende kleuren. En ik ben normaal niet zo snel blij met andere wenkbrauwpoeder producten dan poeder. Maar deze vond ik wel echt heel erg fijn. Dus die is zeker een aanradertje. Dan heb ik, even kijken hoor, het is een beetje een rotzooitje. Ik heb een aantal nagellakjes van het Kruidvatmerk en ik heb er best wel veel getest. Ik zal ze even allemaal bij elkaar gaan pakken. Volgens mij ontbreekt er nog één. Ik heb ze gevonden. Dit zijn de High Gloss New Color nagellakjes van het Kruidvat van het eigen merk. Ze zijn compleet vegan. En ze hebben een hele mooie glans. God, dat openmaken altijd. Ze zitten best wel strak dicht. Dit is zeg maar het kwastje. Je kunt hier prima je nagels mee lakken. Met twee laagjes zijn ze eigenlijk goed gedekt. Het vreemde bij deze nagellak is, het ene lakje blijft langer zitten dan de ander. Dit is bijvoorbeeld een lakje die bleef heel erg lang heel mooi zitten. Zeker een dag of vijf. De andere chipte wat sneller. Dus ik weet niet precies hoe dat kan, wat de formule daarmee te maken heeft. Maar dat is een beetje het verschil. Ik heb hier de kleur 200 Palm Leaves. Dan heb ik de 180 Spring Papaya, dus een oranje koraalkleurtje een beetje. Heel leuk ook. Dan hebben we hier de 190 Pink Peachock.
Heel leuk kleurtje, ook echt wel een favorietje. Dan de rode en dit is 160 Red Furry. Heel tof ook. Ik heb een zwarte variant. Dit is 240 Black Hero. Deze kleur samen met deze kleur, de blauwe, de 230 Marine Girl. Die blijven wel heel erg langs de randjes zitten. Dus deze moet je wel extra goed verwijderen. Dat vond ik een nadeel van de donkerdere kleurtjes. Maar ik vond ze wel heel erg mooi. Dan heb ik nog een beetje een nude kleurtje. Dit is 070 Sweet and Shy. Heel mooi kleurtje. En de laatste die ik dan heb, dat is 060 Timeless Nude. En die vond ik ook heel erg mooi. Ondanks dat ik niet heel erg meer van de nude kleurtjes ben, vond ik deze toch wel heel erg mooi. Omdat het een ander soort nude is als wat ik gewend ben. Dan hebben we nog een oogschaduwpaletje. En deze is van Essence. Dit is het Rose Edition Eyeshadow Palette. Dit is de 20 Lovely in Rose. Heel mooi kleurtje, of paletten met mooie kleurtjes. Ze zijn wel heel poederig. Je hebt shimmer kleuren en ook matte kleuren. Ik ga er even een paar voor je oppakken. Dit zijn de kleurtjes. Misschien denk je nu met zwartjes, ze zijn niet zo intens. Maar je kunt ze heel goed opbouwen. En dat vind ik altijd een heel groot voordeel bij dit soort producten. Als je het een beetje op kan bouwen, dat maakt het toch altijd wel net weer wat beter, vind ik zelf. Dus dit vind ik ook een heel erg mooi palette. Dan heb ik van Catrice de Instant Awake Concealer. Dit is een concealer met een kwastje, of met sponsje moet ik zeggen. Dit is de 005 Neutral Light. Deze concealer belooft te dekken, te hydrateren en ook de rimpels wat minder intens te maken. Heeft een medium dekking. Je kunt hem wel opbouwen, maar het is geen. Het is medium. Dit is het sponsje. Die ziet er natuurlijk niet heel erg mooi meer uit, want ik heb hem natuurlijk gebruikt. Ik zal even wat van de concealer aanbrengen. Dit is de concealer dan. Ik vond hem zelf heel erg fijn. Ik vond dat ik er echt een heel erg open blik van kreeg. En ik vond dat mijn huid er een stuk gezonder uitzag toen ik de concealer had gebruikt. En dat vond ik echt wel fantastisch. Dan heb ik een Labello en dit is de 24 Hour Hydration in Peach Shine. Het is dus een oranje Labello die eigenlijk heel goed de lippen verzorgt, maar die heeft ook echt een oranje kleur. Hij ruikt ook zo lekker. Hij heeft een heel licht oranje kleurtje, heeft een heel mooi shine, dus het is ook echt heel erg fijn om te gebruiken in plaats van een lipproduct, omdat hij toch een beetje shine geeft. Ik vind die geur, ja, dan vind ik het nog steeds jammer dat we geen geurcamera's hebben, maar ik vind die echt fantastisch. Dus dit vind ik ook echt een hele bijzondere en ook zeker een aanrader, want die is echt heel erg lekker. Ik ben even een beetje aan het vissen hier, want er zit zoveel door elkaar in. Dan heb ik lipsticks van Essence. En ik heb hier de Semi Shine lipsticks. Ze hebben een witte verpakking. Ze lijken dus heel erg op de die lipsticks waar ook een bijpassende nagellak bij was. Dus het is wel een beetje vervelend dat ze misschien voor dezelfde verpakking hebben gekozen. Omdat ik die heel erg vergelijk met die andere, zeg maar. Maar het zijn wel mooie lipsticks die ook wel een mooie glansje geven. Ze blijven niet super lang zitten. Je moet ze wel echt bijwerken. Maar zo zien ze eruit. Mooi dat Essence logo erin. Ik heb hier de kleur 103 Why Not. Even kijken waar we dit allemaal gaan aanbrengen. Why Not. Dat is deze. Ze ruiken ook heel lekker. Dat vind ik altijd zo fantastisch. Dan heb ik hier 105 Be Mine. Die gaan we er gewoon even naast doen. Het zijn allemaal wel een beetje wat rood-roze-achtige tintjes. Daar moet je wel van houden, maar ik vind ze wel heel erg mooi.
Dit is de kleur 106 Late Night. Een heel erg mooi rood kleurtje. Fantastisch. Late Night. Dan hebben we 102 True Me. Dat is deze, ook een wat donkere kleurtje. True Me. Ik ga zo eerst even mijn hand schoonmaken, anders gaan we de zwartjes niet eens meer zien. Want het is echt wel een bende aan het worden. De laatste die ik heb, dat is 104 en dat is First Love. Dat is deze. Heel mooi kleurtje ook. First Love. Ze smeren heel makkelijk in. Ze zijn heel soepel. Hebben een hele fijne textuur. Dus ik vind het echt hele fijne lipsticks ook deze. Dan heb ik twee poeders. En hier heb ik een uitgebreide video over gemaakt. Dat zijn de Scented Setting Powders van Max & More. En ik heb hier dan Pretty Peach. Hier kun je dus heel erg goed mee baken. Ik ga deze niet swatchen, want ik zal de link van de video even in de beschrijving zetten. Want hier is een first impression video van gemaakt. Maar ik wilde ze wel even noemen, omdat ik ze wel heel fijn vind. Hele fijne poeders die heel erg makkelijk smeren. Dit was wel mijn favoriet. Ik heb namelijk ook de blauwe, dat is Crazy Coconut. En in de video was ik hier iets minder enthousiast over, maar ik heb hem nog een paar keer vaak gebruikt en ik ben er uiteindelijk toch wel heel erg blij mee. Dus zo zie je dat een mening toch kan veranderen. Maar dat zijn dus deze twee poeders van Max & More te koop bij de Action. Even kijken. Dan heb ik nog twee producten van de mini collection van Essence. Het is een trend editie. Ik heb hier allereerst de Caring Hand Lotion. Dit is een handlotion die je gewoon lekker op je handen kan smeren en die gewoon lekker intrekt. Deze heeft de naam 01 Mini But Smooth. Hier zit Hydrating Aloe Vera in en ook een verse, frisse komkommer geur. Ja, heel erg fijn. Hij is heel schattig, 25 milliliter. Ja, hij is gewoon heel erg lekker. Zo ziet het dopje eruit. Hij zit nog. Ik heb even het dingetje ervoor gehouden, maar ik heb hem al gebruikt hoor. Maar zo blijft hij eventjes. Zo gaat het niet zo makkelijk in het dopje als ik die ervoor hou. Dus deze vond ik echt wel heel erg lekker. Dus ja, die kan ik echt nog lekker vaak gaan gebruiken. En ik heb ook de mini mascara. Dit is de I Love Extreme Crazy Volume Mascara in de mini variant. En ik had de grote variant eigenlijk nog nooit geprobeerd. Die wil ik nu zeker nog gaan proberen, want ik vond het minietje heel fijn. Het borsteltje is niet echt mijn favoriet, want hij is van plastic. Maar mijn wimpers zagen er wel heel erg mooi uit met de mascara. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Dus daarom ben ik toch wel enthousiast over deze mascara, zeg maar. Dan heb ik nog een aantal... Oh. Ik zeg wel dat ik er maar twee had. Ik had er drie. Ik had ook nog deze mini mattifying face mist. Die heeft ook een hele lekkere geur. Ik vind het wel jammer dat deze eigenlijk zo mini is. Want hij is heel erg fijn. Er zit 28 milliliter in. En het is gewoon een transparante mist. Er zit ook aloe vera in. En ook weer die komkommer geur. Dus hij ruikt echt zo lekker. Het flaconnetje is ook zo schattig. Dus die vond ik ook nog super fijn uit die collectie. Dus ja... Ik weet niet of die inmiddels nog te koop is. Want ik weet dat die alleen bij Kruidvat heeft gelegen. Maar soms gaan collecties zo hard dat ik het ook niet helemaal bijhoud of het er nog is of niet. Het kan zijn dat je zoiets nog in een uitverkoopbak kan tegenkomen. Dan heb ik nog een limited editie van Catrice. En hier was ik echt heel erg tevreden over. Dit is namelijk de overnight collectie. Dit zijn dus allemaal producten voor in de nacht. Ik heb hier allereerst een Recovering Overnight Face Mask. Er zit lavenderwater en squalene in. En dit is dus gewoon een masker die je lekker kan aanbrengen voordat je gaat slapen. Die trekt lekker in en dan de volgende dag heb je eigenlijk gewoon een hele lekkere huid. Zacht ook. Er wordt geadviseerd om hem 2 of 3 keer per week te gebruiken. Maar ik vond deze echt heel erg lekker. En juist door de lavendelgeur ging ik hier ook heel erg goed van slapen van deze producten. Dan heb ik ook een Repairing Leave-in Handmask. Dat is deze.
En hier zit lavendelolie en chiabutter en olijfolie in. Heel fijn ook. Ik heb de laatste tijd best wel last van hele droge handen. En deze zorgt er wel echt voor dat mijn handen een stuk minder droog werden. En gewoon heel erg lekker aanvoelde. Ik moest wel heel erg wennen om dit aan te brengen voor te gaan slapen. Want dat ben ik eigenlijk niet gewend. Ik ben normaal iemand die ja, dat niet echt doet. Maar dat was bij deze wel nodig. Dus dat was even wennen. Maar heel fijn product ook. Dan heb ik ook de Multiple Rose Oil. Hier zit lavendelolie in en xylang-xylang-olie. Hier kun je gewoon een heel klein beetje van aanbrengen op je gezicht en op je lichaam. Geeft ook weer dat kalmerende effect. Heeft maar 1 tot 2 druppeltjes nodig, want hij heeft dus zo'n druppelflaconnetje zoals je kan zien. En daarna moet je het gewoon heel zacht inmasseren. Mijn huid voelde wel wat vettiger hierdoor aan. Dat was voor mij wel even wennen. Maar ik vond hem ook wel heel erg lekker om te gebruiken. Dan heb ik het Calming Face Serum Milk. Hier zit ook lavendelwater, anti-pre- en probioxium complex in. Ook zo'n heel fijn product die je gewoon kunt aanbrengen over je gezicht. Je laat hem intrekken en het voelt gewoon... ja. Ik werd helemaal zen door die lavendelgeur die van deze producten afkwam. En daardoor sliep ik gewoon heel goed. En deze die, hier kun je 2 tot 3 druppeltjes van op een gereinigde huid aanbrengen. En eigenlijk in de avond. Dus ook een hele fijne. Dan heb ik ook nog een Restoring Overnight Lip Mask. Hier zit lavendelolie en chia butter in. Ook een heel fijn product. Voelde lekker aan. Het was een wat dikker product. Maar dat vind ik voor mijn lippen helemaal niet erg. Want ik vind het belangrijk dat mijn lippen echt goed verzorgd worden. Vooral in de nacht. En dat deed deze ook zeker. Dus dit vond ik ook echt een hele fijne. En het laatste product uit die collectie, dat is de Relaxing Mist. En hier ben ik zo enthousiast over. Hier zitten lavendelolie en sandalwoodolie in. En hier werd ik onwijs zen van. Ik rook de geur, ik ging er lekker van slapen. Zelfs met dit product had ik geen nachtmerries. Nou weet ik niet of dat door dit product komt. Maar normaal gesproken ben ik wel iemand met veel nachtmerries. Deze vond ik ook echt heel erg fijn. Ik heb deze toevallig vorige week nog in de schappen zien staan bij zowel Kruidvat als bij Trekpleister. Dus deze collectie is als het goed is nog te koop. Dan ben ik toe aan het laatste product en dat is een oogschaduwpalet van Fab Factory. Het Sparkling Bliss 80 Color Beauty Palette. Dat is deze. Hier zitten dus 18 kleurtjes in en een concealer. 17 kleuren en een concealer. Het palette komt bij de Action vandaan. Heeft aan de binnenkant een tutorial. En hieronder staan dan ook de namen. Hele mooie kleurtjes. Het zijn wat meer gewaagdere kleuren, dus je moet daar wel van houden. Ik vind dat zelf heel erg leuk, maar dat is per persoon heel erg verschillend. Dit is de concealer dan. En dit is de concealer. Dit is de primer, dus die kun je gebruiken bijvoorbeeld voordat je een look gaat maken. Ik zal even een paar kleuren oppakken. Even kijken waar we dit gaan doen. Hier maar. Dit zijn de kleurtjes. Heel gepigmenteerd paletten ook weer. Echt heel erg mooi. Ze hadden hier nog een palette van. Die heb ik helaas nooit kunnen vinden. Maar ik was heel erg enthousiast over dit palette. Omdat ik ook wel echt hou van de kleuren die hierin zitten. En het is ook een heel low budget palette. Dus ik ben hier heel erg enthousiast over. Ik ben blij dat ik hem nu lekker aan mijn stash kan gaan toevoegen. Dan waren dit al mijn favoriete producten van jullie alweer. Het waren best wel veel producten, maar dat komt ook vaak door de limited edities. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik al deze producten lekker aan mijn stash kan gaan toevoegen en weer kan gaan gebruiken. Ik word nog steeds wel heel verdrietig als ik naar het oogschaduwpalet kijk van Catrice. Dus ik hoop echt dat ik deze week een nieuwe kan gaan kopen. Want mijn hart breekt een beetje als ik dit gebroken paletten zie. Dat is echt zoiets... waar ik niet zo goed tegen kan. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie een van deze producten alles hebben geprobeerd. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar de producten. Ik zou het leuk vinden om te horen in de comments. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt krijg je nu een melding zodra er een nieuwe video online staat.
Vond je deze video leuk? Vergeet dan ook zeker niet even om dat duimpje omhoog te doen. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!